Yo gast van Letters of Gaming, vandaag is het weer een hele spannende dag. Want wij gaan vandaag voor het eerst een horrorspelletje spelen, genaamd... The Joy of Creation Reborn. Zegt het wat spannender of zo? The Joy of Creation Reborn. En het is een freaking horror game. Dus ja. Dat is knijters eng. Ja. Kunnen jullie tegen horror? Nee. Maar ik wil... Wie gaat als eerste spelen? Jij? Nee. Weet je wat? We gaan steen, papier, schaar doen. Oh. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. En zo! Yeah. Oké, okay, laten we beginnen. Au, kap met die schok. Wat niet door mij. Dit is niet het moment om te vloggen. Nee. Oh shit. Je moet een horrorspelletje spelen. Ja, we zijn eigenlijk al begonnen met opnemen. Dus ik doe de camera snel weg. Maar ik wilde even zeggen, we zijn bezig met een horrorgame. Of gaan we nu doen? Amateur hier ook. Probeer hier gewoon een beetje ons brood te verdienen. Gaat hier zitten vloggen. Dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Nou oké, ik ga horror spelen. En ik kan er echt niet tegen. Dus... Oké, okay, zoals jullie net al hoorden, we gaan horror spelen. We gaan Tjoer. Ze noemen het ook al gewoon Tjoer. Zullen we het ook Tjoer noemen? Dat is toch geen E, dat is toch een C. T-J-O-C-R. We spelen het naar Tjokker. Klik als een creation. Ik speel wel gewoon. Oké, je moet dan op Freddy, Bonnie, Chica of Foxy. Oh, je gaat als, je gaat als Freddy. Freddy? Ik zal als Freddy. Ik zal als Freddy gaan. Waar is Bonnie? Maar ik zie helemaal niet... Ja, dat zijn die... Dat zijn gewoon de deurtjes die open gaan. En dan moet je op play klikken. Ik ga als Chick. Ik ben een Chica. Weet je het zeker? Ja, denk ik. Oké. Ben ik dat poppetje of? Nee, dat poppetje gaat jou zoeken. Die wilt what the fuck? Ja, die wil jou vermoorden. Ik denk ik kies de engste zodat ik hem kan zijn. Oh. Dat is niet hoe het werkt. Hoe vaak, hoe vaak heb je horror games gespeeld? Eén keer eerder. Oké, 300 seconden te gaan om... Oh, dit is gewoon Slender. Het is gewoon Slenderman. Oh, dit is Slenderman wel toch gespeeld. Oh, oké. Ik heb Slenderman nog nooit gespeeld. Oké, maar je moet inderdaad nu 10 tekenen. Ah! Nee, grapje. Why? Waarom? Vind je niet leuk, hè? Wat zit er achter deze boom? Laat jezelf zien. Het is geen... Oh, het is een tekening. Ik wou zeggen... Oh, high five, man. Tekening. Ik heb hem binnen. Het zag eruit als een stopbord of zo. Zo'n gedumpte reclamebord. Hey, kan ik gewoon unlimited rennen? I don't know, man. Yeah. Ik heb het nooit gespeeld. Ik zag er wat, kijk daar. Kijk daar, bochtje. Oh, lekker jongens! Ah! Dat gaan ze! Ah! Holy shit! Oh! Holy shit! Wat een domme zo'n kop meteen kan. Nee! Wat een hoerenspel. Dit was toch te verwachten? Nee! Maar waarom bestaat dit? Oké, iemand anders. Oké, Don. Maar waarom? Ik bedoel jij... Steen, papier, schaar. Oké. Steen... Nee, wacht, oké. Steen, papier, schaar. Kak! ik ga altijd voor steen. Ja, dan weet je wat mijn tactiek is? Ja, nee. Gewoon steen alvast klaar houden, want dan denk je dat ik iets anders ga doen. Mensen zeggen schaar op, schaar. Ja! Oh, ja, maar ik trapte in het eigen trunkie. God. Nee, weet je wat? Jij kan het, man. Oké, je hebt 300 seconden. Je moet 10 papiertjes verzamelen. Pak een papiertje, jongen, ga dan! Je hebt de eerste! Ik kan deze kant niet op. Ik zie daar een linkie, man. Een linkie. Oh, daar nog één. Links. Nee. Links. Op de boom, daar. Oh ja. Ja, maar ik loop tegen de boompies aan. Eigenlijk moet ik de hele tijd zo gaan kijken. Ja, man. Maar hier heb je een tactiek. Je moet juist niet rennen. Oh, niet rennen. Oh, wat dan? Dan hoort hij je dan. Ja. Ja, echt waar? Ja. Maar is dat hem daar verderop? Nee. Nee? Volg mij wel. Ik heb geen idee. Wat zei ik nou? Niet rennen. Ja, sorry. Het is oude gewoonte. Oh! Godverdomme zeg. Zullen we een andere kiezen? Deze is lastig. Nee, deze moet jij ook nog een keer spelen. Ronald. Zitten. Ik kan dit. Jij kan dit gewoon net niet. Hij kwam gewoon als een gretig aardje. Hij kwam weer gewoon in mijn nekje hijgen. In je nekje hijgen? Oh. Ja, ik heb al de flashlight. Oh, dankjewel, Ricky. Komt hij nu mee? Ik heb de flashlight, jongens. Ronald wist ook gewoon dat F flashlight was. Ja, hij drukte er gewoon maar dat is een standaard game is dat er flashlight is. Ja, maar je ziet toch op zich wel genoeg? Ja, je ziet wel. Vooral als je bij de lamp staat. Je moet in zijn gezicht schijnen, man. Wat ga je, hè? Geen
Ik ken dat mod. Het is volgens mij tijd voor een andere map. Ja, want ik... Game mode. Oké, we gaan even een andere mapje doen. Ik denk dat voor ons het leukste is als we Freddy gaan spelen. Freddy. Oh, dat zijn ook verschillende game modes. Is dat niet de klassieke dat je in dat... Dat moet ik beginnen? Ik heb nog nooit gespeeld. Begin jij. Oké, volgens mij moet je producten vinden. Je moet producten vinden om uit het huis te komen. Ik heb een flauw duim. Oké, nou wel, want je moet product vinden. Oké, ik weet het een beetje. Ik heb misschien een beetje aan concluren. Oké, daar gaan we dan. 60 seconden in een huis. 60 seconden? 60 seconden. Oh shit, maar... Ja, dit gaat nooit... Ah! Peter, mijn muis! Wow, echt goed gedaan, man. Zo, hé. Maar serieus, je bent in de eerste 10 seconden af. Ja. Wat is deze game een ongelofelijke hoer? We hadden ook gewoon Slender kunnen spelen. Dat deden we net. Tom, dat was geen... Wie gaat nu? Nou, ik wil niet. Oké, Tom. Tom. Gaat u maar zitten. Au, kap met die schokjes. Ja, man. Stop met mij aanraken. Dat gaat per ongeluk. Oké, ik ga het nog een keer proberen. Nee. Blijf van me af. Geen schok. Nee, maar dat moet je altijd eventjes opbouwen. Oké, hou het langer vol dan 10 seconden. Oké. Jij blijft gewoon staan. 10 seconden binnen. Oké. Je moet 5 producten vinden in een minuut, hè? En die... Hey, jongens, ga even lekker naar buiten. Maar deze rent niet achter je aan, die zoekt je niet. Hij komt dan pas naar je toe als hij je ziet. Ja, dus hij zit gewoon ergens. Hij loopt gewoon rond. Ah, hij loopt gewoon rond? Hij loopt gewoon rond. Maar wat als je gaat rennen, dan hoort je het. Ik heb geen idee. Ik ben een man dit. Nee! Ik wil dit niet spelen, ik heb een hekel aan dit. Je kan niet tegen horror. Nee, maar ik vind jumpscares vind ik ook de zwakste vorm van horror wat er is. Het is zo zwakzinnig kut. Hey, maar je hoeft het is geen zin opbouw van niet. Je kunt het. Je hoeft nog maar 5 objecten, joh. Ja, maar, als er 21 seconden over zijn, dan mag je gewoon doorspelen. Ah, oké. Nou, waar zijn die seconden voor dan? Geen idee. Voor de challenge. Lekker. Ik hoorde hem aankomen banjeren. Ja, waarom ben je dan op escape? Ja, ik drukte escape, maar dat doe ik altijd bij horror games. Ja. Van, oh ja, er gaat nu iets gebeuren, escape. Nou ja, we zijn dood. Waarom ren je dan niet terug? Wat voor zin heeft dat? Je kunt wegrennen bij deze. Ik laat wij zien. Jij bent gewoon slecht in horror games. Het is gewoon kut. Ik laat wel zien hoe het moet. Ja? Nee, ik ben blij dat er geen eens punten zijn. Zaklamp, rennen! Hele tijd rennen! Rennen! Nee, dit vraagt ook om problemen. Ja. Rennen! Dit vraagt letterlijk om problemen. Wat voor objecten? Ja, niemand weet. Daar is hij! Oké, weet je wat, Enzo? Je mag het nog een keer spelen. Oké. En de volgende keer niet gewoon ergens naartoe. Oké, heel voorzichtig. Maar hoe wazig kan je het hebben? Collect 5 objects. Wat voor objects? Je kunt ze herkennen met een... Oké, je kunt ze blijkbaar niet herkennen aan een groene gloed. Nee. Het zijn gewoon 5 objecten. Ik bedoel, in de kamer waar je net stond op zich 5 objecten. Ja, en dan heb je het en dan. Ik heb 1 ding gepakt. Ja, maar het is niet een doos of zo. Het zijn wel producten. Producten voor in mijn webwinkel. Ja, voor je web. Ik wil wel mooi in je rug. Plankje. Daar is hij. Tenminste, ik hoorde een voetstampie. Ik hoorde ook voetstampies, hè. Ik kijk liever naar jouw blauwe ogen dan dat ik naar dat kijk. Ik heb geen blauwe ogen. Kan je nagaan. Het is een beetje donker hier, dus ik zie het ook niet goed. Ah! Fuck hell, mate. Ja, ga. Oh, jij een klootzak. Ja, maar dat voel ik dus constant. In zo'n... Oh, gast. Ik ga lekker, man. Ik weet alleen niet wat die andere 3 producten zijn. Ja, als je niet hij is dichtbij. Helemaal niet. Hoorde je die... Ja, de tijd is om. Ja, maar dan kan je toch ook geen objecten... Ja, natuurlijk wel. Je kan het toch niet meer vinden. Het staat niet meer. Leuk. Vooral bij Tom. Vooral nog één.
Ik wil niet kijken. Ik ga, als ik thuis ben, gewoon weer lekker Disney filmpjes kijken. Frozen. Frozen, laat Let het gaan. Go. Lekker. Okay, daar is hij, daar is hij! Wegrennen, ren weg! Jij hebt zoveel geluk. Ja, hij was echt op mijn hoekie. Maar hij gaat dus niet achter hem aan rennen. Jawel. Ja, maar dit hou je toch niet vol? Wat doe je? Ik heb zoveel geluk. Hij rent de andere kant op. Hij komt weer terug. Hij rent langs je. Hij staat daar. Hij ligt daar. Hij ligt daar gewoon. Holy shit. Oh my god. Maar wat is de backstory hier? Hoe kom je überhaupt in het huis terecht? En hoe is Freddy ontstaan? Ik heb geen idee. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Je bent in een huis met een zaklamp. Je hebt opeens de drang. 5 objecten te vinden. En dan verdwijn je opeens. Ja. Ja, nou ja. Ja. Kijk, daar is eentje. Hier. Die. Oh, lekker. Ze geven licht. Net zoals die zaklamp. Nee, nog een object. Ga je nou koppig doen? Ja, ik ben koppig. Ik wil dit niet spelen. Ik ga er gewoon naast zitten. Zodat ik af en toe... Oh shit, man. Doen. Dolle vanger. En dan... Daar is je. Weg. Hij is naast je. Daar is hij. Kijk. Ja. Dat, en ik kom bij je toe. Dat is een lampie. Wat zit er achter de set? Ik hoorde gekraak achter de set. Ik ook. Ja, ik weet niet, ik hoorde gekraak. Ik denk dat er straks gewoon een man in een berenpak aankomt. Oeh. Okay, hier zijn we al geweest, hier moet ik niet heen. Dat geeft licht toch, die eigen ken je dat? Mam moet terug. Nee, maar hij moet toch een kant op? I know. Dat is goed? Oh, niet doen. Is hij daar? Hij is wel in de buurt. Hoe weet je dat? Hij is hier. Hoe weet je dat? Dat hoor ik. Als je rechtdoor loopt, daar is hij, geloof me. Zie je nou, daar liep hij. Echt niet. Daar liep hij. Het leek me gewoon een gloeiend lampje. Zie je? Dat was maar een grappie. Oh, ja, dat is een grappie. Oh, en dan bleek het er ook... Gekke mensen erachter de set. We worden bepiepeld hier, man. Ja. Oké, kom op, we moeten die items zien. Objectives. Glimmende items. Glimmende items, hoe moet de ik dan people in the manor, ga achter de set vandaan. Regie. We hebben indringers. Hé, hey, maar wat schijnt hier? Jij. Ik hoef ook gewoon te lachen. Ja, het zijn de vieze mannen. Ja, ook nog stemmen achter de set. Sst, jongens. Zij al opnemen. Oh shit. Het is wel spannend dit hoor. Hier, daar. Daar is er één. Yes, nee. Nog eentje. Nee. Dat waren ze toch? Nee, ik moet er nog één. Oh. Niet hier. Oeh, ik vind zo dat gangetje is altijd zo fucked up. Ja. Ja, dan kijk je links, kijk je rechts. Is hij er, is hij er niet? Ik weet het niet. Jij praat gewoon omdat je het eng vindt. Ja. Ja. Ik krijg gewoon stil van. Als ik eng... Als ja, nee, oké. Okay, maar het praten geeft me dan een soort geruststelling. Jij hoort ook gewoon mensen achter ons, hè? Ja. We worden bepiepeld hier. Hier ben ik al een keer geweest. Dat we in één keer glas water in onze nek krijgen of zo. Nou, ik hou het goed in de gaten, hoor. Ik heb hem echt al lang niet gezien. Nee, dat is ook de bedoeling. Ik zag hier wel een liefje. Ik hoorde... Ja, hij zit hier... Niet rennen, hij hoorde je niet. Nu wel. Ja, hij komt. Hij komt! Nee, wat doe je? Sst, sst. Nee, niet rennen. Dat is hem. Hij komt deze kant op. Heel goed. Oh, dat is heel goed. Nou, Don, volgens mij hoeven wij niet meer te spelen. Ja, lekker. Daar ga ik mee akkoord. Ik moet een keer naar het midden gaan. Als jij je daar prettig bij voelt. Je mag altijd naar het midden toe gaan. Is dat wat glinstert daar? Of is dat hem? Ik denk.
Ik denk dat hem is. Ja, het bukt. Het loopt wel. Ja, dat is hem. Weg. Ik weet niet, ik wil nog een kippengeluidje maken. How could this happen to me? Oh, daar was hij. Hey, maar ik zie nog geen lichtpuntje. Ik wel. Kijk, mooi zakje. Huh? Oh, wat was dat? Een stemmetje. Wie is daar? Ja, maar dat mag niet. Dat mag niet. Dan krijg je straks Chica ook nog tegen je. Ja. We worden hier bepiepeld, man. Ja, flinke bepiepelmannen. Hier moet... Nee, hier was je al geweest. Oké, dan vanaf hier moet ik naar links. Ik zie dat scherm ook bijna niet trouwens. Hij zit daar. Waar? Het scherm. Dat is super. Ben ik hier al geweest? Hier. Maar heb je al bij het bureau gekeken of daar misschien iets op ligt? Ja. Ik heb al de hele tijd E gedrukt hier. Die asbak! Iedereen wil een asbak. Glimmend asbakkie. Nee, niet het diplomaatje. Department of the Army. Ik vind het wel een spannend spelletje hoor. Ja, dit is spannend. Okay, we gaan naar het midden toe. Ton heeft hoogstens maar een minuutje gespeeld. Ja, en dat wil ik ook zo houden. In 10 seconden. Zoiets, ja. Oké. Okay. Jij stapt in. Hé, hey, daar is ze. Nou, dat was hem. Ik hoor. Daar is hij. Daar is hij, ja. Waar is dat stomme ding? Hoe kunnen we dat laatste item vinden? Maar als ik dat item vind, heb ik hem dan gehaald? Ik heb geen idee. Ik zou wel gewoon zaklap aan hem, toch? Want voor mij was hij blind. En dan hoorde hij alleen het geluid. Is dat zo? Volgens mij wel. Ja, ik ken de lore er dus niet van. Ik weet alleen dat het een zwakzinnig spel is met jumpscares. Zo. Komt hier naartoe. Nou, hij loopt weer weg. Toch? Ja. Weet je, zullen we hem laten schrikken? Ja. Dat is wel gegarandeerd werk. Weg. Ja, heb je gezien. Ja, heb je hij gezien. Hij komt! Hij komt! Oh, dan was hij daar! Zag je hem? Het is klaar! Het is klaar! Over! Verkeersregelaar! Oh, maar dan kon je hem oprotten met dit spel! Ik wil het niet meer! Nee, rond het af! Oh my god! Ja, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het heel erg leuk. Al te vier! Oh my god! We zijn er gewoon helemaal klaar mee. Ik wil nog wel leven naar huis. Dus, ik vraag me één ding af. Wat deden die mensen achter ons hier achter de schermen? We gaan het ze zo direct vragen. Ja. Doe een blauw duimpje omhoog als jullie het tof vinden. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Let's of Gaming. We checken jullie bij een nieuwe video. En nu veilig naar huis. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou super tof? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ik zou zeggen, kleine moeite en wij waarderen het enorm. Vergeet niet even te abonneren op het kanaal van Let's of Gaming. Kan heel gemakkelijk hier beneden. Hier staat trouwens de website. Hier het logo. Cool hoor. Ja, ik vind het ook een cool logo. Check jullie bij een nieuwe video. Right? Peace.